Dames en heren, vandaag gaan we kijken naar de meest bizarre bedden. Ik word zo moe als ik eraan denk. En mensen, we zien hier meteen het eerste bed. En dit is een heel erg apart bed, joh. Je voelt je net een vogel in een nest als je hierin ligt. Ik hoop alleen wel dat de eieren die in dit bed liggen niet hard zijn. Want het zou wel een klein beetje pijn gaan doen. Maar hey, voor de rest, het ziet er best wel gaaf uit. Ik denk als je een hotel begint met alleen maar dit soort bedden en het hotel het vogelnesthotel noemt, dat je gewoon gekke stacks ermee kan pakken. Vind je deze video nu al leuk? Druk dan alvast even op het blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren voor die 40.000 abonnees, mensen. Want ik heb jullie nodig om te abonneren. Anders gaan we het nooit halen. We zijn hier bij het volgende bed. En dit is ook wel het bolletjesbed. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dit bed zie. En eigenlijk denk van, ik weet niet of dat het heel erg fijn ligt. Ik twijfel nog een beetje. Maar deze vrouw die ligt toch wel heel erg vredig slapen. Vooral op die ene foto rechtsboven. Want daar ligt ze namelijk echt of dat ze het heel erg chill vindt. Maar ik hou het toch gewoon bij mijn normale bed. Dit is wel een heel erg apart bed wat we hier hebben. In eerste instantie denk je waarschijnlijk, nou, wat is hier zo apart aan, Giel? Nou, dit is namelijk een waterbed. Maar niet zomaar een waterbed. Het is een doorzichtig waterbed. Wat dus betekent dat je echte vissen in dit bed kan doen. Dus stel je voor, je ligt gewoon te slapen en je kijkt naar beneden. Kun je gewoon kijken naar de vissen. Dat is wel echt super ziek. Het lijkt me ook wel weer een beetje raar om vissen onder je te zien. Ik weet ook niet of dat het heel erg praktisch is met schoonmaken. Kijk, we zien hier nog een kind op het bed liggen. En ja, op zich, het ziet er toch best wel comfortabel uit. Oh jongens, dit bed is voor de echte bad boys onder ons. Snap je hem? Bed, bad boy. Ha, grappig hè? Ja. Nee, maar mensen, dit is niet een heel bijzonder bed. Het is gewoon een heel erg vet bed. We zien natuurlijk allemaal de vleermuis zitten met die vette lampen achter. Ik vind dit een heel erg vet origineel bed, mensen. Wacht. Hoorden jullie dat ook? Batmensen. Laten we hem nog één keer in slow motion luisteren. Batman. Giel zei Batman. Het bed is het logo van Batman. Giel is illuminatie confirmed. Waarom hoor ik Batman als ik Batmensen zeg? Kijk, dit is ook gewoon weer een heel erg mooi bed. Wat een plaatje is het ook, hè, mensen. Potverdorie. Nee, maar ik denk als je een meisje van 6 bent en je hebt dit bed, dat dit echt helemaal het einde is. Er zit een supermooie eend of zwaan. Ik weet niet wat het is, maar er zit in ieder geval een dier op het bed. Het lijkt net een of ander prinsessenbed die in een kasteel staat. Ik ben in ieder geval enorm blij dat het geen echte eend is, maar een neppe. Want anders zou het wel een beetje raar zijn. Ik vind het al met al een heel erg mooi bed. Ouders lezen hun kinderen natuurlijk voordat je naar bed gaat een verhaaltje voor. Maar wat nou als je bed gewoon dat verhaaltje is. En dan denken jullie van, Giel, wat kruim jij nu allemaal voor onzin uit? Nou mensen, dit bed is namelijk een boek. En je kunt gewoon tussen de bladzijden gaan liggen. En er staan dus ook allemaal teksten in. Allemaal plaatjes in. Het is echt super vet. Ik zou zo'n bed later ook wel voor mijn kinderen kopen. Hier hebben we een bed. En dit lijkt me echt zo niet comfortabel. Dit is namelijk een bed gemaakt van karton. En het bed is niet eens makkelijk in elkaar te zetten. Want het is letterlijk gemaakt van allemaal losse kartonnen platen. Die je allemaal aan elkaar moet lijmen. Aan elkaar moet plakken. Weet ik het allemaal wat je ervoor moet doen. En dan pas kan je slapen. En mensen, ik verzeker jullie. Met dit bed krijg je de volgende dag rugklachten. Dit ziet er toch niet uit of dat het lekker gaat liggen. Dit bed is echt perfect voor mensen met een Facebook-verslaving. Want er zit hierboven een scherm op en dan kun je je account aan koppelen. Om vervolgens al je meldingen binnen te krijgen, dus ook als je slaapt. Nou mensen, ik moet er niet aan denken. Ik weet ook niet wie er op dit moment nog Facebook gebruikt. Facebook is namelijk echt een platform van de boomer-generatie. Ik doe daar niet aan mee. Ik doe er mee. Nee, maar mensen, dit lijkt me echt kloten. Hier ga ik geen oog in dicht doen. Om telkens al die meldingen te krijgen s'nachts, ik ga het niet doen. Kijk mensen, hier zien we gewoon een doodnormale woonkamer die er best wel netjes uitziet. Maar wat je niet ziet, is dat er dus een bed in het plafond zit. En ja, die kunnen ze dus naar beneden trekken door middel van deze stok. En ik vind dit heel erg ziek eruit zien, mensen. Zeker weten. Op deze manier kun je je bed altijd verbergen. En hem ook weer tevoorschijn halen als je bijvoorbeeld een logeetje hebt of zo. Of misschien heb je maar een heel erg klein huis en doe je iedere avond dat bed naar beneden. Ik heb geen idee. Maar ik vind het wel echt een super handige uitvinding. Kijk, dit is ook weer een heel futuristisch bedje hoor, hé. Potverdikkie. Ik vind het echt een vet design, holy shit. Alleen ben ik wel een beetje bang dat als je niet stil ligt, wat wel eens gebeurt in een bed en dan mag je zelf invullen wat het is.
Dat je dan uiteindelijk gaat rollen en dat het hele bed meerolt, daar ben ik dan wel een klein beetje bang voor. Ik denk dat je nooit zo vaak uit een bed valt als bij dit bed. Maar hey, al met al, het is een vet design. Ik hoop alleen dat ze de onderkant van de bed goed vastgelijmd hebben aan de grond, zodat die niet gaat rollen. Kijk, en hier hebben we ook weer een heel erg vet design. Dit is eigenlijk gewoon een bed, maar eigenlijk zijn het twee banken. En die twee banken, die kun je aan elkaar schuiven en dan heb je een bed, een rond bed. Mensen, ik heb nog nooit een rond bed gezien, maar het lijkt me best wel chill eigenlijk. Het ziet er gewoon zo modern uit. Ja, ik zou het ooit ook wel willen. Als je dit bed ziet, dan denk je van, nou, dit lijkt wel een soort van bak of zo. Nou, dat is het ook, maar het is niet zomaar een bak. Er zitten namelijk 20 speakers in dit bed. En die speakers zijn helemaal om je heen geplaatst, zodat je, zeggen ze, helemaal tot rust kan komen en gewoon lekker rustig in slaap kan vallen. Je kunt in dit bed bijvoorbeeld in slaap vallen onder het genot van de prachtige geluiden van de jungle. Oh, dit lijkt me zo chill om te hebben, mensen. Ik zou helemaal tot rust komen hierin. Kijk, mensen, en hier hebben we een bed die toch wel heel erg bij mij past. Namelijk een hamburgerbed. Zoals jullie zien, ik ben knijterdik. En ik zou toch wel heel erg graag in deze hamburger willen slapen, hoor. Maar ja, ik ben alleen bang dat als ik hierin ga slapen, dat er de volgende ochtend geen hamburger meer is. Omdat ik hem dan lekker opgegeten heb. Kijk, en hier hebben we ook weer een bed. En mensen, dit moet toch wel een bed zijn waar een of andere lijpe heks in slaapt of zo. Het ziet er in ieder geval echt zo uit of dat bijvoorbeeld de moeder van Sneeuwwitje hierin geslapen heeft. Want dit bed staat ook een beetje in een soort van duister kasteel. Ik vind dit bed er wel heel erg insane uitzien, mensen. Als je dit bed ziet, denk je van, Giel, wat de f*** is dit? Nou, dat zou ik je uitleggen. Ook in dit bed zitten heel veel speakers verstopt. In al de stangen hieromheen zitten speakers. Trouwens, als je nog niet zag, het bed is zeg maar dat witte plateau onderaan. En ik zeg je heel eerlijk dat ik het er niet heel comfortabel uit vind zien, maar misschien is het wel een heel erg zacht matras wat erin ligt. Jij hebt geen idee. Maar nee, mensen, ik hou het toch liever bij mijn eigen zachte bedje. Hier hebben we ook een heel erg vet bed. Dit is namelijk een soort van hangmat, maar dan echt met een heel matras wat in de lucht wordt gehesen. En er liggen lekkere kussentjes bij. Het ziet er heel erg zacht uit. Ik denk dat ik hier wel een nachtje zou kunnen slapen, mensen. Ik denk dat het nog vetter zou zijn om zo'n bed bijvoorbeeld te hebben bij het strand, dat je zo naar links kijkt en dat je denkt van, zo, hey. Poeh, dat is een mooi strand. Weet je wel, lekker cocktailtje erbij, lekker genieten van de zon. Ik zie het al helemaal voor me, mensen. Hier hebben we het volgende bed en dit bed heeft een beetje uitleg nodig. Want als je goed kijkt, zie je rechtsonder twee kussens liggen en daar kun je dus lekker liggen. Maar als je daar dan ligt, dan hangt er dus boven je een mega grote tv. Als ik zo'n bed zou hebben, zou het niet goed zijn voor mij. Dan gaat een beetje productiviteit wat ik heb op een dag waarschijnlijk weg. Maar ja, op zich, als je die tv bijvoorbeeld alleen in het weekend gebruikt, is het wel een heel erg vet bed. Hier hebben we het volgende bed en deze is zo apart. Dit is ook een waterbed, alleen lig je dan echt letterlijk in het water. Ik denk niet dat het chill is, omdat dan bijvoorbeeld je handen en je voeten, die gaan helemaal zo vies opzwellen, weet je wel. En dat vooral als je een hele nacht in het bed ligt. Dus dit bed is niet voor mij weggelegd. Misschien zijn er mensen die het chill vinden, maar ik denk niet dat het chill is. Bij dit bed denk je van, Giel, dit is toch gewoon een normaal bed? Ja, in principe is het dat ook. Maar het enige ding is dat dit bed 10.000 euro kost. En inderdaad, mensen, dat is best wel veel geld. En dan zijn we hier aangekomen bij het allerlaatste bed alweer. Dit is namelijk een verticaal bed. Bij dit bed sta je dus letterlijk rechtop. En kun je zo lekker wegzakken in dat kussen. Nou mensen, het lijkt me toch stiekem wel een beetje chill. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe dat het zou zijn om in zo'n verticaal bed te slapen. Als je daar ook benieuwd naar bent, laat dat dan eventjes weten hieronder in de comments. Vergeet natuurlijk deze video niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren hier beneden. Maak dat rode knopje grijs. En zet daarbij ook eventjes het belletje aan. Want mensen, we hebben bijna de 40.000 abonnees. En dan moeten jullie mij bij helpen. Want in mijn eentje ga ik dit nooit halen. Wil je nou nog verder kijken? Dat kan. Check ook nog een van deze toffe video's hier om me heen. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later. Doei doei.